Is het kunst of is het kitsch? Heeft het alleen een emotionele waarde of ook een financiële waarde? Ik kijk er al meer dan 35 jaar naar. Wat is de kracht van het programma Tussen Kunst en Kitsch? Iemand heeft een kunst- of kitschvoorwerp en neemt dat mee naar een deskundige. Die deskundige gaat vervolgens zeggen hoe komt u eraan en vervolgens neemt hij het gesprek over. Gaat uitleggen wat het is, vertelt een mooi verhaal en werkt dan toe naar de clou van het geheel. Wat is het waard? Al meer dan 35 jaar maken ze gebruik van dit ijzersterk format. Dit zijn de drie lessen die jij kunt leren van dit programma om de aandacht van je publiek vast te houden. Net als bij Tussen Kunst en Kitsch stelt de deskundige een makkelijke vraag aan de deelnemers. Dit zou je ook kunnen doen bij jouw klant of bij jouw deelnemers. Stel een eenvoudige vraag, dat werkt drempelverlagend en dat gaan mensen makkelijker vertellen. Bij Tussen Kunst en Kitsch neemt de deskundige het dan snel over. Dat is ook iets wat jij zou kunnen doen. Informeer de klant, vertel een mooi verhaal, voeg waarde toe aan het product. Bij Tussen Kunst en Kitsch eindigt het met dat de deskundige vertelt wat het nou eigenlijk waard is. Door je beste argument op het einde te plaatsen, daarmee de spanning op te bouwen en dat als klap op de vuurpijl dat te gebruiken. Vond jij de emotionele waarde van deze video ook vrij hoog? Like hem dan hieronder. Of abonneer je op ons YouTube-kanaal.